Albert Heijn XL in het Stadshart sloot op 30 januari voor ruim 4 weken de winkel voor een grootscheepse verbouwing. Honderden medewerkers zetten zich in om het pand zo snel mogelijk leeg te maken. Het pand van de AH werd helemaal gestript en van nul af opnieuw opgebouwd om er weer een compleet vernieuwde en moderne winkel van te maken. Waar op woensdag 24 februari vanaf 11 uur de klanten welkom zijn voor het heropeningsfeestje. Herkent supermarktmanager Ian Tabbe zijn eigen winkel nog wel terug? Nou, het is natuurlijk een totaal andere winkel geworden. We zijn afgelopen 3,5 weken flink bezig geweest, althans in ieder geval onze bouwpartners, om daar een totaal frisse nieuwe winkel neer te zetten. Er verandert eigenlijk bijzonder weinig aan het assortiment. En we krijgen er zelfs een paar nieuwe elementen bij. We gaan wat bloemen en planten verkopen. Dat deden we voorheen niet. En we krijgen sushi. We gaan vers sushi verkopen. Iedere dag vers bereid bij ons in de winkel. Waanzinnig lekker, dus zeker een aanrader om eens een keer te proberen bij ons in de winkel. De bouwwerkzaamheden zijn afgerond, maar de schappen zijn nog leeg. Daar kwam vrijdagavond verandering in. Zo'n 180 medewerkers kwamen in actie om de schappen weer te vullen. Ja, klopt. Vanaf 6 uur vanavond gaan onze eerste vrachtwagens komen. En op het hoogtepunt vanavond zijn we met 180 mensen bezig. Verdeeld over de hele winkel. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de eerste de lading met handel verwerkt gaat worden. Dus dat wordt een razendspannende operatie. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat we dat op een goede manier gaan invullen. Dus. Ook al de komende dagen zijn we druk bezig om de winkel aan te vullen. Dat doen we niet in één avondje. De laatste levering om de winkel echt helemaal klaar te maken voor de klanten die is woensdagochtend. En dan hebben we om 11 uur de officiële opening en is hij weer helemaal van de klant van Zoetermeer en omstreken natuurlijk. Nu de medewerkers hard bezig zijn met het vullen van de schappen, begint de winkel weer vorm te krijgen. Later deze week zullen ook de versproducten arriveren, zodat de medewerkers van de Albert Heijn XL in het Stadshart u op 24 februari feestelijk kunnen verwelkomen.